Steek gewoon uw hand in de lucht. Een kano vaart naar u toe. Neem die voor of achteraan vast. U mag gerust eventjes uitrusten en dan rustig verder zwemmen. Dus u bent daarvoor helemaal niet gedisqualificeerd. Maak daar gerust gebruik van. Het is een recordeditie, deze 11e Mr. T Sporta Triathlon aan de Gentse Blaarmeerse. Meer dan 1100 deelnemers in 4 verschillende wedstrijden. Al is het woord wedstrijd hier niet echt op zijn plaats. Het is een recreatieve triathlon, waarin iedereen strijdt voor wat hij of zij waard is, voor de fun. Goh, ja, dat zullen we wel zien. Ik denk dat zwemmen zo voor ons het moeilijkste is. Wat lopen en fietsen, dat zal wel gaan. Maar het is toch niet mijn rangschikking. Dus voor de fun is echt wel voor de fun van mij. Geen prestatiedruk, niemand faalt, niemand wint. Zo gaat het eraan toe in de Just for Fun triathlon. Voor velen is het een eerste kennismaking met deze boeiende en gevarieerde sport. Of je nu een stadsfiets hebt of een racemachine, of je al dan niet een zwemdiploma hebt, of je loopt, stapt of wandelt, het maakt allemaal niks uit. Het gaat om het plezier van het beleven. Zwemmen, fietsen en lopen op een afgebakende verkeersvrije omloop in een perfecte organisatie. De Mr. T Sporta Triathlon loopt als een trein na 10 jaar ervaring. De deelnemers zijn zeer divers, van jong tot oud, van dik tot afgetraind. Als de atleten dan uiteindelijk, onder luide aanmoediging en een staande ovatie de topsporthal binnenlopen, dan voelen ze zich als een topatleet. Wie moe en afgepeigerd aankomt, krijgt verzorging, afkoeling en drank. Er wacht dan geen medaille, maar een drankenpakket om u tegen te zeggen. Gruut en lekker, zeggen ze in Gent. Qua entourage word je op de Mr. T Sporta Triathlon op en top verzorgd door meer dan 100 vrijwillige medewerkers die zich over jou en je materieel ontfermen. En dan is het de beurt aan de dames voor hun 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen onder een grote publieke belangstelling van familie, vrienden en supporters. Voor Ineke Kuyt is deze triathlon een uitgelezen trainingskans in een prachtig decor. Ze is als eerste uit het water en gaat dan op weg om beter te doen dan vorig jaar. Voor alle anderen is het meedoen veel belangrijker dan presteren. En onder een lode zon hoeft het niet allemaal even snel te gaan. Al zijn er wel die stiekem hopen beter te doen dan hun vriend of familielid. Competitie zit toch een beetje ingebakken in de mens. De watersportbaan is afgesloten voor alle verkeer en dat maakt van deze Mr. T Sporta Triathlon een heel veilige sporthappening. En terwijl sommigen nog aan een laatste rondje bezig zijn, stevend Ineke Kuyt al af op de finish. Voor haar wordt het resultaat een stuk beter dan in de vorige editie.
Amber Rombout finisht tweede. En ook dat is een plaatsje dichter dan in 2011. In elke categorie is er wel een winnaar of een winnares. En die wordt triomfantelijk geëerd op het podium. Al blijft het eerst en vooral een recreatietriathlon. Ja, een makkie zou ik niet zeggen. Er zijn hier inderdaad veel recreanten, maar ook enkele andere grote namen. En ja, ik vind het hier gewoon een heel toffe wedstrijd om aan deel te nemen. Het is al de vierde keer dat ik hier aan de start kom. En met het publiek en mooie weer is het altijd plezant. Dus dat motiveert mij nog meer. Dus heel leuk hier. Maar jij wil echt van deze sport je beroep maken? Dat hoop ik inderdaad. Ik ga volgend jaar rechten studeren en ik ga dat combineren met topsport. Ik stap ook in een belofteproject van de VTTL. En zo hoop ik om later een mooie triathloncarrière uit te bouwen. Ruim 400 mannen staan klaar voor wat de sprinter heet, over 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Ook hier is de fun het belangrijkst. Waarschijnlijk wel, maar ik heb mijn eerste triathlon gedaan in Brugge. En nu doe ik, de voorbereiding was wat minder. Ik hoop gewoon, het is just for fun. Dus, Als eerste uit het water is Tom van der Hoogstraten de winnaar van de vorige editie. Maar de concurrentie zit hem op de hielen. Iedereen presteert naar best vermogen volgens leeftijd en fysieke conditie. De Mr. T is een unieke gelegenheid om in een georganiseerde wedstrijd je eigen grenzen af te tasten en te kijken of deze sport ook iets voor jou kan betekenen. Winnaar is de man die de hele tijd aan de leiding zwom, fietste en liep. Maar voor de andere podiumplaatsen gaat het tussen Lucas de Jonge en Gilles Cotijn. En het is Lucas die net ietsje sneller is. En dan is het recupereren en de verloren lichaamsvochten opdoen weer primordiaal. En uitkijken naar wie nu nog binnenkomt. Zorging nodig heeft, krijgt hij van het Vlaamse Kruis. Want de wedstrijd was voor iedereen toch heel zwaar. Heel zwaar. Ik word er 53. Zwemmen kan ik niet. Maar fietsen en lopen kan ik heel goed. Dus 1:15, dat is niet slecht voor mij. Ik had gedacht 1:30, 15 minuten eraf. Dat is heel goed voor een oude vent. Het was een lastige zwemstart. Zeer veel volk. Een beetje lastig begin, een paar duwen gehad. Uiteindelijk, ik weet mijn tijd niet, maar ik hoop, ça va. De fiets is vrij goed gegaan. Dat was ook een beetje mijn sterkste punt. En dan lopen, versnelling zat er niet meer in.
gewoon content dat ik mijn tempo kon uitlopen. Het was een toffe wedstrijd. Ik ben tevreden. We zijn met een stuk of 5-6 mensen van Driekant, de club van Karel Dondeel, de triathlonlegende. En dat is de junior, Jensen. Dus kijk, nog één die toekomt. En hoe is de wedstrijd geweest voor? Ja, voor de laatste keer in de jaren 40. Volgend jaar is een ander getal, een ander decennia. Dus kom af vanaf, een beetje trainen, zwemmen, u weet. En dan... Maar de jeugd is er ook al? Ja, het zou wel zijn. Het was afzien tijdens loop met dat wat meer ook. Zwemmen viel op zich nog mee. En fietsen ging ook goed met de windje, zelf maakt. En dan de laatste man, dat was de rapste van de drie? Ja, toevallig, de eerste keer. Maar ik zwem altijd wat trager en dan is het al inhalen. En dat is altijd plezant, inhalen. Hè. Laatste onderdeel is de teamtriathlon. Met een verschillende zwemmer, fietser en loper. Het is de eerste keer dat we meedoen. Mijn team noemt Team Gossip. We zijn drie vrouwen en de betrachting is voor mijzelf persoonlijk om het volledig in crawl te kunnen uitzwemmen. Want ik ben nog maar een maand bezig in feite en om niet de laatste te zijn. Dus en voor de rest doen we gewoon mee voor de sport, voor ons te amuseren. Sportschepen Peters mag het startschot geven. We kunnen uitfietsen, liefst zonder platte band. Aan het einde geraken, niet doodvallen. Heb je ervaring? Een beetje, niet veel, niet genoeg eigenlijk. En dan uiteindelijk de loopster? Ja, uitlopen. Hè. En weinig ervaring, goed getraind. Wat is voor de fun, hè. Daarvoor zijn we hier, dus het zal wel lukken. Relay of aflossing is een team-event. De zwemmer geeft het enkelbandje door aan de fietser. En die gaat dan op weg voor zijn kilometertjes langs de watersportbaan. ...140 teams van 3 man aan de start. De Gentse Universiteit start hier met meer dan 20 teams. Er zijn vedette ploegen en het team Think Pink... ...een team dat de strijd tegen borstkanker aangaat. En er is de rasechte Gentenaar Ilio Keijse... ...die voor de fun, maar ook een beetje als training... ...de kilometertjes afmaalt. In een team samen met vriend advocaat Van Steenbrugge. Nog 5 kilometer op het schaduwrijke bosparcours en dan naar de Gentse topsporthal voor een ererondje en een aankomst op de piste van de profs. De ultieme bekroning van 1,5 uur of meer vechten tegen je eigen limieten. Mijn doel was gewoon zoveel mogelijk van voor eindigen. Ik ben nog 2 uit het water gekomen. En dan voor Louis gaan. En natuurlijk Tommy ook nog een keer gaan. Dus, En dan het verhaal van Louis. Ja, ik had een ongelooflijke druk op mijn schouders natuurlijk. Hij komt als tweede uit het water. Er werd al groep, ja, eerst is en dan plots tweede. Dus
Ik ben met eigenlijk een paar heel sterke fietsers vertrokken. En de eerste ronde draaide en dan weer niet draaien en dan wel draaien. Dus een beetje onregelmatig. Maar dan uiteindelijk de drie sterkere fietsers waren toch net een tikkeltje te sterk voor mij. Dus ik heb met een achtervolgend groepje eigenlijk een tweede peloton gevormd. Om dan als vijfde denk ik de chip aan Tommy over te geven. En de loper heeft dan alles verknoeid? Maar ik weet niet zelf hoeveel ze we geëindigd zijn. Er wordt gezegd 4 of 6. 4 of 5, 6. Ja. Dus het doel is gehaald? Het doel is zeker gehaald, want ik denk dat het oorspronkelijke doel zelf top 10 was. En dat hebben we zeker goed kunnen waarmaken. Opvallend team is dat van de drie generaties. Elk jaar zijn ze weer op post met grootvader, zoon en kleinzoon. En elke keer opnieuw stralen ze fierheid en gezondheid uit. Voilà. Ik kan maar één ding zeggen. Proficiat. Dank je wel. Lastig. Fantastisch, hè, om met zoon en kleinzoon te kunnen lopen en zwemmen. Ik vind dat ook. Dat is een stimulans. Hè. Dat is een teken dat ik nog niet gans versleten ben. En wat zegt de zoon daarvan? Het is een prachtige ervaring. Ik wou dat altijd alles graag doen. En omdat papa zo goed loopt nog en zoon groot genoeg is om een goede zwemtijd neer te zetten, wou ik hem ook extra inzetten voor een goede fietstijd. We gaan eens kijken naar de zoon. Kleinzoon dan. Het zwemmen, hoe is dat verlopen? Ik heb zeer goed seizoen. Ja, ik ben trots van wat ik gedaan heb. Ik heb misschien een klein beetje verkeerd ingeschat, maar papa en opa hebben dat goed recht gezet. En ik ben enorm content gewoon dat ik dat nog kan doen. En ik ben gewoon enorm blij. Ook de BV's van het VTM Soapteam zijn moe, maar tevreden. En in stijl finishen ook de meisjes van Team Gossip, voor wie het de eerste kennismaking was met de Mr. T Sporta Triathlon. Fantastisch, hè? Uitgelopen en binnen mijn persoonlijk record, dus dat is goed. Hè? Fantastisch, maar de anderen hebben er ook mee geholpen. Kijken naar de fietser. Het was fantastisch. Het was een beetje in het rood gaan, maar volgend jaar gaan we beter doen. Hè? En het zwemmen, was dat gelukt? Dank het wel. Dus, ik heb ze volledig in crawl kunnen uitzwemmen. En denk dat ik toch nog een tiental mensen misschien nog ermee heb kunnen letten. Dat was dus mijn bedoeling. En, De triathlon in Gent is een organisatie van het Mr. T Sporta Triathlon organisatieteam dat elk jaar weer een feilloze organisatie neerzet. Moe maar tevreden. Alles is eigenlijk naar wens verlopen. De weersomstandigheden hebben al bij al geen tol geëist, mag ik zeggen. Mensen van het Vlaams Kruis hebben schitterend werk gedaan, maar hebben eigenlijk niet meer of niet minder dan andere jaren moeten werken. Dus de interventies zijn een beetje gelijkaardig geweest. En ik heb niemand gehoord, dit is geen puikorganisatie. Het was allemaal super fijn, fantastisch, superlatieven. Altijd leuk om te horen natuurlijk, dat is ook de bedoeling om te maken dat het een feest wordt, dat het aangenaam wordt en daarmee mensen zoveel mogelijk aan sporten aan te zetten en bij voorkeur dan nog eens aan triathlon uiteraard.